1, 2, 3. Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. En ik loop met mijn jurkje en alles onderweg naar het centrum. Want mijn moeder zoekt daar heel erg lang naar tarwegraspoeder. En dat hebben ze dus elke keer niet. En dat kan je ook niet meer online verkrijgen. Maar dan hebben we wel zo'n kruidenwinkeltje bij ons in het centrum zitten. Dus in de hoop dat ze het daar hebben. Dus daar ben ik onderweg naartoe. Ik heb lekker een jurkje aangedaan vandaag. Vestje erover. Want het is nog wel een heel klein beetje koud om het zonder vestje te doen. Maar ik ga lekker onderweg naar het centrum. En daar meet ik Ash. Want Ashje komt zo meteen naar mij toe om... Like Me verder te kijken. Ik heb natuurlijk gisteren seizoen 2 al afgekeken. Maar ik heb samen met haar de eerste 4 afleveringen gekeken. Dus dan moet de rest nog kijken. Dus ik ga proberen vandaag in ieder geval seizoen 1 af te kijken. En misschien een start te maken aan seizoen 2 met haar. Maar zij vindt het ook super super leuk. Dus dat is een beetje het ding wat we gaan doen vandaag. Gewoon lekker relaxed in de tuin zitten. Chillen. Er rijden overal wagens van het Rode Kruis rond. Hier ook weer. Maar goed, in ieder geval lekker onderweg naar het centrum. Maar jongens, het is weer heerlijk weer. Het is net 12 uur, bijna volgens mij. Maar het is echt heerlijk weer. Ik heb de video al geëdit, hij is al geüpload. Dus dat is ook allemaal helemaal goed. Maar dat is allemaal in ieder geval geregeld. Ik moet nog een paar dingen aanpassen. Voor de thumbnail en dingen. Maar voor de rest is alles perfect. We gaan lekker naar het centrum. Machine. En ik moet mijn OV misschien nog even opladen. Voor mijn mama mag ik trouwens de deur niet uit zo. Omdat ze het te kort vindt. Ze vindt het te kort. Maar zolang ik niet in mijn blote kont loop, is er niks aan de hand, denk ik. Dan. Mijn moeder houdt er niet zo van. Ik vind het eerst wel blij dat dit bedekt is, maar dan vindt ze dat weer niet heel erg fijn. Maar goed. Kan gewoon. Ik ben echt niet de enige die er zo bij loopt. Ja, nou zijn ze even stil. Ik zit in de metro en die is dus helemaal leeg. Compleet leeg. Maar echt, het is echt stil jongens met het coronavirus nog steeds. We vallen gelukkig wel minder snel. Grote hoeveelheid doden heb ik doorgekregen. Maar voor de rest, het is natuurlijk gewoon nog steeds allemaal aan de gang. Dus mensen, je ziet dat mensen gewoon nog steeds heel erg voorzichtig zijn. En overal echt wel opletten en op de hoede zijn. Maar ja, in ieder geval, de kappers zijn dus ook nog niet open. Dus ik moet het hier ook maar gewoon mee doen. Het ziet er niet uit, ik krijg er niks meer van gemaakt. Dit staat allemaal overrend en het is ongelooflijk. Maar joh, ik heb me er al weer bij neergelegd. Ik vind het best, zolang mijn haar niet te lang wordt, vind ik het goed. Kijk, dit is het nadeel. Als het bij mij lang gaat groeien, gaat dit allemaal naar buiten staan. Alles piekt dan in één keer. Dat is zo irritant. Maar goed, de metro gaat over. Over 4 minuten. Dus dat is helemaal top. Dus daar wacht ik even op. En ja. Dan gaan we zo meteen. Ja, coronavirus. Dan gaan we zo meteen even naar het kruidenwinkeltje. Daar kom ik ook niet elke dag van, maar ik hoop dat ze het daar hebben. Online staat dat ze het daar hebben. Dus ik hoop het. En ik hoop überhaupt ook. Ik heb een goed licht. Zo wacht. Ik hoop dat hij ook open is. Anders hebben we echt een probleem. Nou ja, we kijken wel. In ieder geval zie ik Ash ook daar. Dus stop. Ze heeft ook een jurkje aan. Ik hoop vanmorgen aan de lijn. En ik was trouwens blij, want ik kon alleen maar zwarte Nike's zonder sokken aan. Dus ik heb deze schoenen, mijn witte Nike's, geprobeerd vanmorgen. En die kan ik dus ook zonder sokken aan. Tenminste, ik heb er geen last van zo verder. Dus daar ben ik helemaal blij mee, dat ik die ook wel lekker kan dragen. En nog 4 minuten wachten. En dan weer trek de metro. Oh, het is gewoon serieus 11:15 jongens pas. Ik dacht dat het al bij 12 was. Maar het zal wel. In ieder geval, op naar het tempo. Oké. Ik ben de hele dag lekker met Ash film aan het kijken geweest, dat lijkt me niet. En ik
heb haar net terug naar huis gebracht. Ik heb gelijk wat opgepikt. En ja. Het was een super leuk lekkere dag. Ik heb nog steeds mijn jurkje aan. Waar ik overigens nog steeds super super blij mee ben. Ik vind hem, mijn moeder vindt hem heel erg kort, zoals ik vanmorgen ook al zei. Maar ik vind het eigenlijk hartstikke meevallen. Maar ja. Nu dus op naar huis. Even eten. Al ik niet zo heel veel honger heb, maar ik moet toch wel wat eten. En verder rest was op zich wel een dag die wat te doen was eigenlijk. Het was heerlijk weer vandaag, lekker genoten. En ja, is er bijna voorbij. Ga eens lekker eten. En voor de rest niet zo heel veel meer doen, denk ik. Het waait ook best wel heel erg. Lekker. Het is echt serieus, gewoon super lekker. Het is alleen maar misschien een beetje te laat. De temperatuur is heerlijk. Echt helemaal top. Ik ben nu dus weer thuis. En, ik heb goed op de inkant. Ik heb heel veel dorst. Ik heb veel gedronken vandaag. En ja, daarna gaan we lekker eten. En lekker ons gemakje houden. Ik zeg helemaal top. Het is heerlijk weer. Ik zou eigenlijk gewoon door bij de film, maar gewoon lopen. Jongens, hier geniet je echt super van. We hebben trouwens wel de planning om komende donderdag, overmorgen dus, foto's te gaan maken op het weiland. Wat ik vorig jaar met Chantal heb gedaan. Maar dan met viertjes. Met Chantal, Natuska, Ash en ik. Met iedereen kan en zin heeft. Maar gewoon even lekker met die viertjes er gezellig op uit. Foto's maken gezellig. En ja, gewoon genieten van het weer. IJsje eten misschien daarna. Dat lijkt me wel heel erg tof. Dus ik ben benieuwd of ze willen. Ik ben benieuwd naar de reacties. Dus afwachten. Goed, ik ben weer thuis. En ik heb dit nieuwe wenkbrauwenpotlood gekocht. Waar ik half niet van weet hoe dit werkt. Ik trek er nu iets uit wat ik er denk ik niet uit hoor te trekken. Ik vraag me af hoe dit werkt, maar ik ga het gewoon even proberen. Oh, komt die kleur uit? Wacht, even testen op mijn hoofd. Ik weet niet of die kleur uitkomt, komt die kleur uit? Die komt wel kleur uit. Dus ik denk dat je dan eerst dit moet doen. Oh. Je moet dan eerst deze gebruiken, denk ik. Deze om je wenkbrauwen te tekenen. Dit heb ik eigenlijk al gedaan. Dus eigenlijk zou ik dat morgen moeten doen. En dan kan je deze gebruiken. Dingetje om het denk ik gewoon een beetje uit te smooth, om het zo te zeggen. Ik ben benieuwd, ik ga het morgen testen. Ik weet ook niet of ik het goed doe of zo. Geen idee, het zal allemaal wel. Verder heb ik een nieuwe lipgloss gekocht en een nieuwe kokosnoot boter ding. Er ziet er nog niks uit. Hij ruikt heel erg naar kokosnoot. Het is een scrub. Er zitten balletjes in. Dat is wel heel erg fijn. Het is een lip peeling. Dus het is een scrub. Maar dat vind ik wel heel erg fijn. Dus die zet ik hier neer. Top, en ik heb een doos snoep gekocht, omdat het gewoon kan en lekker is. Ik heb er twee, één voor beneden, voor mijn ouders ook.
hele doos. Voor mezelf. Lekker. Oké, en? Ik heb deze Fredo shampoo gekocht. Deze haalt de verfkleur uit je haar. En zet je haar langzaam terug naar je eigen kleur. En dat is wat ik nu wil. Dus hopelijk werkt het. Ik ga vanavond proberen. Ik ga vanavond even douchen. En dan hoop ik dat het werkt. Maar ze is echt verbrand. En mijn hals trouwens ook hoor. Maar iets minder. Maar dit is echt rood. Oké, jongens en meisjes. Ik heb lekker weer gebeld met Ash. Met Natuska, alleen waren we deze avond allemaal niet echt spraakzaam. We waren allemaal ons eigen ding aan het doen, een beetje aan het zwijgen tegen elkaar. Maar vergeet niet, het was wel leuk om ze even gezien te hebben weer. Ik ga slapen, waarom ligt het t-shirt hier? Dat ligt nu daar. Ik ga slapen. En ik lig vanaf aan de andere kant. Omdat dit toch iets te snel, iets te veel gedronken. Ik denk dat ik, tenminste, ik denk dat ik lekker aan deze kant zou slapen. Want tot nu toe, elke nacht als ik daar slaap, word ik wakker aan deze kant. Dus ik denk dat ik gewoon heel graag aan deze kant lig. Ik weet het niet, misschien morgenochtend ook, ik heb geen idee. Dus ik ben nu aan deze kant gaan liggen. En ik heb dat kleine ronde tafeltje wat hier stond, die staat nu daar. Aan die kant. Want ik heb zo'n bedtafeltje. Die heb ik hier gezet, want die kan ik dan gewoon zo naar voren schuiven. En hier aanschuiven. En dan heb ik hier gewoon een bedtafeltje. Maar goed, dat hoef ik nu niet, want ik ga zo lekker slapen. Dus ik ga die grote lamp eruit doen. Ik lig nu op mijn bed, maar ik moet er alsnog uit voor die lamp. Maar goed, it is what it is. In ieder geval ga ik dat doen en dan ga ik lekker slapen. Het is 16 minuten over 10. Dus ik ga lekker slapen en morgenochtend gewoon weer lekker op tijd op. Dus, hoe laat zou ik opgaan? Al wacht of zo. Of zou ik gewoon, misschien ik wel half acht op kan gaan. Hey Google. Set alarm at 7:45 a.m. Tomorrow at 7:45 a.m. Set. Kwart voor acht dus. Kwartiertje extra. Even lekker een lange tijdje slapen. Ik ben wel moe, heb ik vandaag heel erg gemerkt. Het was echt dat ik dacht van, oef, hangdagje. Maar ik vind het wel leuk om het echt samen lijkt niet te kijken. Het was echt heel erg gezellig. Het was echt leuk. Ik ben lekker gegeten. Ik heb Turkse pizza gehaald voor in de middag. Dus het was ook super, super leuk. Maar morgen ga ik niet een jurkje aan doen. Morgen ga ik lekker een korte broek en een t-shirt. Want morgen... morgen wordt het 23 graden. Dus het is wel lekker om dan... zo luchtig en makkelijk mogelijk gekleed te gaan. Dan vind ik een jurkje ook wel makkelijker. Maar met zo'n broekje weet ik me toch iets meer fijner te bewegen. Ik ben dan al thuis, maar het lijkt me iets fijner. Dus ja, dat eigenlijk. Het is ook vannacht helemaal niet koud. Het wordt maar 13 graden vannacht, dus mijn raam staat lekker open. Lekker frisse lucht. Alsof er iets vast in mijn keel zit of zo. Dat is echt zo irritant. Maar goed, in ieder geval dat. Ik ga lekker slapen. Ik heb niet veel gevlogd vandaag, maar het is in ieder geval wat. Ik zou zeggen, ik bedank je voor het kijken naar deze video. Doe deze video een blij duimpje omhoog en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!